De Nederlandse badmintonkampioenschappen vonden ook dit jaar weer plaats in het Kreelagerhuis in Haarlem. De finale gemengd dubbelspel ging tussen mejuffrouw Swelmens en Paul aan deze zijde van het net en mejuffrouw Quist en Meijer, die goed partij gaven, maar toch de nationale titel aan hun tegenstanders moesten prijsgeven. Set Paul behaalde niet alleen het kampioenschap in het gemengd dubbelspel, maar ook in het heren, enkel en dubbelspel. De finale dames-enkelspel leverde een spannende strijd op tussen de 14-jarige Imre Rietveld op de voorgrond en titelhoudster mevrouw Robé. In de eerste set waren alle punten voor mevrouw Robé, die met mejuffrouw Haaije ook al in de finale dames dubbel had gezegevierd. Imre Rietveld sloeg echter zo fel van zich af dat het haar een overwinning opleverde in de tweede set. In de derde set echter gaf de grotere wedstrijdroutine van mevrouw Robé de doorslag. De jeugdige Imre Rietveld was met haar tweede plaats de grote verrassing van dit toernooi.